8 zuilen in de nieuwe kerk op de Dam worden volgend jaar opnieuw gefundeerd. En zoals dat gaat bij monumenten, mogen dan eerst de stadsarcheologen kijken of er nog iets bijzonders ligt. Dat er in de nieuwe kerk wat gevonden zou worden, is niet verrassend. Het is namelijk... een plek waar al sinds de middeleeuwen, sinds ongeveer 1400, toen de kerk voor het eerst gebouwd werd, mensen werden begraven. Het was een heel populaire plek om begraven te worden, dicht bij God. Zo liggen onder andere Michiel de Ruiter en PC Hooft in de kerk. Hun graven blijven onberoerd. Wel vonden de archeologen al een ander uniek graf. Maar wat aardig is in deze kist, is dat koperen naamplaatje dat erop staat. Dat is op zich een bekend fenomeen. Maar dat is eigenlijk voor het eerst dat we dat ter plekke nu zien in Amsterdam. Alle botten die gevonden worden, en dat zijn er veel, gaan naar fysisch antropoloog Constans van der Linde. Zij kan daar allerlei informatie uit halen. Dit zijn de botten van een klein kind. Dus ik kan al in het veld kan ik al de leeftijd bepalen. En pas daarna, bij de uitwerking, kunnen we monsters nemen. Bijvoorbeeld voor DNA-onderzoek. En met DNA-onderzoek kunnen we bijvoorbeeld ziektes achterhalen die ik met blote oog niet op het bot kan zien. Bijvoorbeeld ziektes zoals de pest. De archeologen zijn nu 2 weken bezig en verwachten de komende weken op nog veel meer interessants te stuiten. Ik denk zeker als we op een iets dieper niveau zitten, dat de conserveringstoestanden wat beter zijn. Kunnen we ook bijvoorbeeld resten van kleding nog tegenkomen. Sieraden en dat soort dingen. Het zacht weefsel kom je in sommige gevallen ook nog tegen. Haar en nagels en soms nog huid. Dus dat gaan we zien. De opgravingen duren zeker nog tot 11 juli. Dan besluiten de onderzoekers of het nodig is om door te graven.